duidelijke taal. Ai, hier voor Europa is een land. Ja! Van allemaal. Maar dan waarom mag ik niet naar binnen dan? Oh, het is te druk. Maar ik ben alleen een beetje komen blijven om te wandelen. Ja, nee, kijk, dat Surinaams paspoort komt. Je weet toch, in 2010 ging het plotseling vreselijk goed met Suriname, weet je nog? Olie, hout, goud. Het was een economisch paradijs. We zijn toen allemaal teruggegaan. Weet je nog? Allemaal! Ja. We hebben zelfs een paar Turken en Marokkanen meegenomen voor het vuile werk. Weet je nog? Juist, ja. De Nederlandse droom werd werkelijkheid. Die periode, ai. En echt, het waren 10 fantastische jaren, hoor. Echt waar, fantastische jaren. Maar nu is het weer één grote ellende. Al onze rivieren zijn vervuild met kwik van die goudzoekers. Er staat bijna geen boom meer. En we hebben olievlek voor de kust. Net zo groot als die vlek op Gorbachev's voorhoofd. En het ergste van alles is, onze regering heeft die staatskas verlegd. Mm-hmm. Ze kunnen het nergens vinden. Wat een ellende nog. Trouwens, mijn tante, tante S, ze is zieneres. Ze ziet alles. En zij heeft me gezegd dat ja, ik mijn fortuin in Fort Europa moet vinden. En je wil mijn fortuin niet in de weg staan, toch? Huh? Dat weet je niet, toch? Is verdonk nog, minister? Niet meer. Wel, dan wil ik politiek asiel aanvragen. Ai. Ik ben niet meer veilig in Suriname. Ze hebben me bedreigd. Ik heb 2 brieven met stenen ontvangen. Ja, lach. Maar dat wil wel zeggen dat achter elke boom die er nog staat, een idioot met een katapult op de loer kan staan. En laten we eerlijk zijn, je wil mij dood, wil je ook niet op je geweten hebben, toch? Man. Kom horen, man. Als ik je nou gevoelige informatie zou toespelen over het Suri-kartel. Tegenwoordig smokkelen ze die drugs niet meer in bolletjes. Ze doen het in implantaten. Borst- en bil-implantaten. Geen siliconen, Coca-Cola. En je weet... Bij Surinaamse vrouwen zie je geen verschil. Jullie hebben dat gelegaliseerd. Nou, lekker dan. Maar even eerlijk, toch? Gewoon tussen jou en ik, man to man, mano a mano. Het is toch ook een beetje jullie schuld dat we hier naartoe komen? Huh? Hoezo? Als jullie ons vroeger niet waren komen zoeken, wisten we ook niet dat jullie hier zaten. Kan je nog herinneren? Huh? Die koloniale tijd. Slavernij. Weet je nog slavernij? Weet je nog? Hè? Goed die crema mooi nou, zei je dat sapone. Goed die crema mooi nou, zei je dat sapone. Goed die crema mooi nou, zei je dat sapone. Hé, hey, witman, wachterman. Luister dan. Ben je me vergeten en wat ik voor je betekent heb als Afrikaan? Je hebt me toen gekocht, verkocht en ontmest. Ik wil niet blijven zeuren, maar dat komt omdat ik de geschiedenis wel goed ken. Bij jou zit het vaak in je geweten als een illegaal, ontkend en ondergedoken. Vroeger bij de open haard is het niet zo vaak door opa besproken. Ik neem het je niet kwalijk, maar kijk naar mij als mens. Is dit ook niet de kleur die je zelf na je vakantie toewenst? Hey. Witman, wachterman. Dus je begrijpt me niet.
Je begrijpt me niet. Stop! Zal ik het in je eigen taal uitleggen dan? Dit moet je weten. De Gouden Eeuw is weliswaar voorbij. Maar vergeten, dat doe je vaak. De slavernij. Je knikt wel nonchalant. Maar heb je spijt? Nu sta ik voor je. Besef je wel hoe ik hier ben beland? Mijn voorouders die gingen naar het strand. De jouwe deden hun toen in een boot. De gelukkigen die gingen dood. Ja, dat was slavernij. En zeg toch niet, het is al lang voorbij. De minachting die bestaat, de vreemdelingen hart, werken door op mij. Eeuwitman, wachterman, luister dan. Als die indianen toen der tijd geschikt waren voor het zware werk, hadden jij en ik nooit diezelfde kerk. Ja toch, wel de open dan. Stront. Ik ben geen Indiaan, maar Karaïb. Takumirin is de naam. En het is niet dat we niet geschikt waren voor het zware werk toen der tijd. We waren te trots om te werken onder slavernij. We gingen liever dood dan dat we moesten werken onder slavernij. Is niet zo. Daarom hebben ze Akonadi op die boot gezet. Is niet zo, is niet zo. Trouwens, Akonadi moet niet lullen. Want ik ken die echte Afrikaan, die Maron, die weggelopen slaaf. Die nooit die slavernij heeft geaccepteerd. Die slavernij waar Akonadi zo verslaafd is geraakt. Want die Afrikaan heb ik opgevangen in mijn jungle en leren overleven in mijn jungle. Net als die Europeaan. Ik heb hem met open armen ontvangen. Mevrouw met open benen. Ik heb hem een verblijfsvergunning gegeven. En heeft er een verdrijfsvergunning van gemaakt. Is niet zo, meneer de slachter. Sorry, ik bedoel wachter. Je houdt van rekenen, toch? Boekhoud is je sterkste vak. Wel, dan laten we de balans opmaken. Laten we de balans opmaken. Ik gaf je koffie, coca en tabak. En je hebt ze zo geperfectioneerd dat die verslavende werking je hele economie draaiende houdt. En oh ja, meneer de Tata, ik gaf je ook nog de aardappelen en de mais. En dat was pas koren op je molen. Is niet zo, is niet zo. En wat kreeg ik ervoor terug, hè? Wat kreeg ik terug, hè? Genocide, civilisatie, dodelijke griep en een verkeerde identificatie. Ik ben geen Indiaan, maar Karaïb. Maar dat verschil waarschijnlijk zie je toch niet. Als je de balans opmaakt, heb jij toch alle winst, ik alle verlies. Jij alle geluk, ik alle pech. Als je me binnenlaat, heb je sowieso gewonnen. Trouwens, ik ben geen Indiaan, dat is die Hindustan. Hij komt uit India vandaan. Ja toch? Wel, doe open dan, doe open dan. Churro, joma, pima, pio, pojo. Guruji, Guruji, doe open alsjeblieft. Blanke heer, ik vraag de eerste keer.
Koeli, Hindu en Mohammedan. En je hebt gelijk, ik kom uit India vandaan. In vrijheid op zoek naar een bestaan. Kreeg ik een barak en een plantagebaan. Het was ploegen, zwoegen in alle vroegte tot zonsondergang. Gingen wij aan de gang, vaak zelf onderdwang. Maar zelf onderdwang. Oh ja, weet je wat ik ook nog ergens las? Vroeger toch behoorden wij in de Stanen ook tot het blanke ras. Atjabai. Guruji, Guruji, doe open alsjeblieft. Blanke heer, ik vraag je echt niet meer. Doe open die deur. Tjutia. In naam van Oranje, doe open die poort. Van Drimmelen hier, Drimmelen M, 1L. Zeg, gaan we nog open doen? Hey! Ja, ja! Zal ik mijn advocaat even bellen? Mijn advocaat, ja. Gerard. Master G. Van Fosset Game. Anyway, die ja. Het is toch van de shotten. Iemand die altijd klaar heeft gestaan voor zijn volk en vaderland, komt hier een keer terug en wordt als de eerste beste asielzoeker behandeld. Ben je helemaal van de pot gerukt, ventje? Hé, hé! Vergeet het niet, het waren wel mijn voorouders die het allemaal hier hebben mogelijk gemaakt, hè? Zij waren de pioniers die het allemaal hier hebben opgebouwd. Toen jouw voorouders nog in de klei aan het wroeten waren, runde mijn familie alle bedrijven van wereldklasse. De WIC en de VOC, de WIC en de FOC, de eerste multinationals. Import en export, vraag en aanbod, zo deden we dat. Import van die arbeiders en export van koffie, suiker en tabak. Vraag en aanbod. En het aanbod had ik hoor. Ja, ik heb aardig wat aangeboden. Ze aanbaden me. Wat zeg je? Boter op mijn kop? Letterlijk en figuurlijk. Een beetje boter erop en wippa! Hoe denk je anders dat sanitair en botergeil gekomen zijn? Ja, al dat tropisch fruit dat moet toegestuurd werden, kon ik toch niet vanaf blijven? Eerst uit Ghana, toen uit Calcutta, toen uit Java. Hey, United Colors of Benetton, dat was je toen. En natuurlijk ben ik gemengd, ik heb ze allemaal verwend. Nou in, ik ben nooit vergeten waar ik vandaag gekomen ben. Ik heb altijd jouw belangen dan behartigd in het Suriname. Zal ik je even een geheugensteuntje geven, hè? In 1945 na de oorlog stuurde ik de Marshallhulp. In 1953 tijdens de watersnood, het water komt, mijn beste boot. En in 1975, toen ze daar in Suriname onafhankelijk werden, stuurde ik je de helft van die bevolking. En toen zat ik bij de gebakken lucht. En nu jij je schaapjes op het droog hebt, kom je mij vertellen dat ik niet naar binnen mag? Hey! Dikke lullie op! Klootzak! Wat zeg je? Slavernij? Wat lul je nou, slavernij, man? Het waren gewoon arbeiders, ja. De ene fokt vee, de andere teelt bloembollen en wij fokten arbeiders. Lewin, loop je mij daarom nu te fokken? Nou, fuck you. Ik heb toch ook mijn eigen kinderen te werk gesteld in die tijd? Ja, zo'n half bloedje op de plantage vooruit kon ik helemaal niet herkennen. Mocht helemaal niet, nee. Konden ze een beetje werkervaring opdoen, ja. Vraag en aanbod. En als je het aanbod zelf in huis hebt, hoeven anderen niet voor je te sturen. Ja, toch? Trouwens, ik weet niet als je dit wist, maar die Afrikanen, die verkochten wel hun eigen mensen, hè? Ja, voor spiegeltjes en kettetjes. Dus vraag ik jou naar waar je mij loopt te zeiken. Houd toch even je kop, jongen. En doe open die deur! Teringen. Hoe bedoel je? Straks ga je me komen zeggen, net als die professor toen de tijd in Leiden, dat we vroeger in die slavenschepen evenveel ruimte hadden als jullie tegenwoordig in een jumbo jet. Zie het voor je. Goedemiddag, dames en heren. Welkom aan boord slavenschip 1602 van het WIC met als eindbestemming Paramaribo. De reis naar Suriname duurt ongeveer 8 tot 9 weken met een korte tussenstop op Curaçao van ongeveer 3 tot 4 jaar. Gezien de duur van de reis krijgt u 2 maaltijden, 1 vlak voor vertrek
en eentje direct na aankomst. Het is verboden om tijdens de reis uw medepassagiers op te peuzelen. In het geval van een piratenaanval vragen we u rustig te blijven liggen totdat het schip helemaal gezonken is. In het geval van nood de uitgangen zijn... Oké, we hebben geen uitgangen. Sorry. We gaan even lekker recht liggen. Trek je kettingen even strak aan. Dan gaan we zo vertrekken. Toedeloe. Die straat ga je me straks komen vertellen. Ja, en dan moet ik me nu plotseling heel erg schuldig voelen. Alsof het mijn schuld was dat je toen de tijd een klote ticket had. Nou, weet je wat? Geef mij maar de schuld van al je ellende. Kom maar, ik kan het hebben. Kom maar. Mea culpa, mea maxima culpa. Zo goed. Of ik weet het nog beter gemaakt. Waarom geef je niet een Giro-nummer? Maak ik wat voor je over? Hè? Een beetje doekoe. Giro-nummer. Stoor dat geld voor SOS Kinderdorpen, motherfucker. Even voor alle duidelijkheid, mensen. Ik ben niet boos of zo, hoor. Maar begrijpen jullie een beetje die vierstrijd in me? Ja, Jurgen, of nee, Jurgen? Ja. Dank u wel. Nee, want die Winties zijn net terroristen. Eentje probeert altijd over te nemen. Woep. Ik word er gek van. Maar, jullie waren erbij. Ik heb alles geprobeerd om het fort op een legale manier te betreden. Alles. Het is me niet gelukt. Ik heb al die windjes in de strijd gegooid. Het is me niet gelukt. En als het legaal niet kan, dan moet het... Illegaal. Je hoort direct waar die Surinamers zitten. Ja. Ja, maar nee. Weet je waarom ik dit zeg? Nederlanders reageren helemaal anders op deze vraag. Echt waar. Ik had laatst een Nederlander, die zat ongeveer waar u zit. Ik zeg, hey, meneer, als het legaal niet kan... Nou, dan moeten we het maar gedogen. Hele andere cultuur. Wij Surinamers doen het liever illegaal. Deze kaart heb ik van een oude overgrootvader van me gehad. Een Duitser. Dus wat? Hoe denk je dat ik aan die naam Rijman ben gekomen? R-A, Griekse I, M-A-N-N. Dat is Duits. Mijn voorouders komen uit Kerfenheim. Ik weet niet waar het ligt, maar ze komen er wel vandaan. En ik zal het je nog mooier vertellen. Als het volkslied wordt gezongen en ik daar sta. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Dan kijkt Wilhelmus naar beneden. Dan zegt hij, jij wel, me boy. Jij wel. Maxima niet, maar jij wel. Maar als je naar die kaart kijkt, dan zie je Europa, alles heeft één kleur zo. Die Duitsers hadden toen al ideeën. Maar dan zie je ook dat er verschillende manieren zijn om het fort te betreden. En wij Surinamers, we zijn misschien niet altijd op tijd. Nee, Nederlanders zijn op tijd. Echt, vooral die trein van jullie, die trein is altijd op tijd. Echt waar. Waarom denk je dat ze de NS noemen? Is net Suriname. Maar ook al zijn we niet altijd op tijd, we zijn wel op alle eventualiteiten voorbereid. Dus voor ik op reis ging, ben ik naar mijn tante gegaan, tante S. Ze is zieneres. Ze ziet alles. En ik zeg, tante S, je moet voor me kijken, ik moet weg. Ik moet voor je kijken. Huh. Want meneer moet weg, meneer voelt zich bedreigd. Eén brief met een steen en meneer moet weg. Ik heb al lang gekeken, wat denk je dat ik niets te doen heb? Huh? Ik heb al lang gekeken. En ik heb gekeken, mijn schat, als jij weg wil, moet je naar Fort Europa gaan. Mm-hmm. Is daar ga je je fortuin vinden. Ja. Maar je moet niet zomaar gaan. Oh. Je moet mijn doosje meenemen. Mm-hmm.
dit doosje. Stelletje vieze rikken bij elkaar. In dit doosje zitten vier familie-erfstukken die de weg gaan wijzen. Let goed op. Zie je deze dobbelstenen? Zijn geen zomaar dobbelstenen. Zijn magische dobbelstenen. Ze gaan je je bestemming laten zien als je het niet meer weet. Gebruik het nooit om te gokken, want ik weet wie je bent. Je hebt al die voorouders in je zitten. Die hen dus staan in kluis. Huh. Zo, je bent gewaarschuwd. Dit haarloosje. Haarloosje, ja. Nonsens. Is voor de tijd. Want tijd is belangrijk in Fort Europa. Daar gaat alles op. Tijd. Behalve natuurlijk. Dankjewel. Deze bril is om verder te kijken dat je neus lang is. Gaat je dingen van de andere kant laten bekijken. Oh. Nee, jullie zijn mooi in het donker, echt waar. Oh. Oh, oppo you eye. Het gaat je ogen openmaken. Zo. En dit kompas is voor je richting. CDN is voor Noord. Maar het kan ook nooit of nergens betekenen. Die Z is voor Zuid, maar het kan ook zeker of zuiver zijn. Die W is voor het Westen, maar het kan ook weten of wetenschap zijn. Want in het Westen weten ze alles van wetenschap. En daar hebben ze ook de WW. En die O is voor het Oosten. Maar het kan ook ontdekken of ontplooien zijn. Want toen ze vroeger het Oosten gingen ontdekken, hebben ze zich in het Westen ontplooid. Kan je nog herinneren? Vraag aan Columbus, hij gaat je zeggen. Tanta siton kosorimi kosorime. Marokko. Marokko. Maar dat is Zuidwest. Is zeker weten het land waar al die moslims vandaan komen. Ha, beta. En je weet, wij Hindoestanen weten alles van die moslims toch? Hoe bedoel je? Luister nou. Marokko is Afrika. Dit ga ik doen. Begin met die nonsens van jou. Wat ik weet, is dat liever dat die moslim met je dochter trouwt, dan dat die Afrikaan met je dochter trouwt. Is niet zo? Je bent goed door met iets op kadding. Dan wordt er even gezegd, iedereen stil. Stil. Ik wil niets horen. Ja, maar ik heb niets gezegd. Houd toch je mond. Hou je mond. Iedereen heeft vanaf dit moment zwijgplicht. Ja? Laat die Hindustanen doen. Ze lijken toch het meest op die Marokkanen. Ja, ze wonen allemaal in Den Haag. Dus ik ga naar Marokko. Wel eens in Marokko geweest, Peter? Prachtig land. Wat is dat een mooi land, zeg. Dus ik ga de straat op, ik ga naar de meneer. Ik zeg, goedendag meneer. Kunt u me zeggen hoe ik in Fort Europa kom? Je moet nagaan, Peter. We leven in 2020. Alle Marokkanen hebben verplichte inburgeringscursus thuis gevolgd. Dus je kan op straat met iedereen gewoon Nederlands praten. Dat is geen enkel probleem. Zeg, goedendag meneer. Kunt u me zeggen hoe ik in Fort Europa kom? Fort Europa? Waarvoor? Zeg, ik moet naar daar om een fortuin te vinden. Fortuin? Lalala, nee. Er is geen fortuin meer in Fort Europa, echt niet, nee. Ja, maar mijn tante heeft me gezegd dat ik moet gaan. Hé, hey, rustig, niet schroef voor me. Als je wil eens gaan, is goed. Je gaat naar Tanger, je gaat Darsel, met mensensmokkelaar. Hij gaat je verder brengen, komt alles goed. Inshallah. Mensensmokkelaar? Hij gaat me toch niet in een balletje zetten en slikken? Hij zegt me nee. Hij gaat me brengen met een rubberen bootje.
Ik zeg rubberen bootje. Oh, die bootje. Dus ik ga naar die man van die bootje toch, die mensensmokkelaar. Ik zeg, meneer, luister toch. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een rupia betalen, ja of nee? Hij zegt me 15.000 euro. Ik zeg 15.000 euro, pagel, batteno, je hoofd is niet goed wees. Ik heb de helft. Wil je dubbelen? Wil je dubbelen? Peter, die sukkel wou dubbelen. Voordat je dacht, ik zat in die boot. En ik kom in die boot. En in die boot zitten ook al die vrienden van die mensen smokkelaar. En hij heeft veel vrienden. Wat? Alleen, ik moest betalen. Maar ik vond het niet erg, want zijn vrienden werden ook mijn vrienden. Je weet hoe het gaat, toch? Ik maakte kennis met Mohammed, Mustafa, Hassan. En die ene, hoe heet hij weer? Was je ook op die boot? Nee, ik weet weer. Zijn naam was Abdel. Echt waar, Abdel. En Abdel was een goede schilderaar. Wat? Hij kon echt alles met zijn handen schilderen. Die foto van Shakuntala die ik was verloren. Hij heeft helemaal overnieuw met zijn handen geschilderd. Echt, ik zweer dat ik was boom. Echt waar. Dus ik zeg ook, Abdel, waar ga je heen? Zo alleen. Hij zegt, hij gaat naar Bedervaart. Ik zeg, Bedervaart, ho, stap die boot. Mekka is daar zo. Maar we zitten daar, midden op die zee. Plotseling komt die mensen smokkelaar bij me. Hij zegt, ik moet meer betalen, want benzine is duurder geworden. Midden op de zee. Maar ik laat me niet zo van de kaart stoten. Ik zeg, oké, maar dan waar gaan we tanken? Maar hij is veel slimmer. Hij zegt, ze hebben gebeld op zijn gsm. Ik zeg, oké. Maar... Paisa na je bij. Ik heb geen geld meer, broer. Wil je dubbelen? Wil je dubbelen? Hij kijkt naar mij, hij zegt, Sogbi. Als jij hebt niet geld, jij gaat niet dubbelen. Nee, jij gaat dubbelen. Hoi! Ben je blij? Ben je blij? Midden in de Middellandse Zee. Ben je blij? Ah, Beta, hoe kan ik blij zijn? Mijn kruisje is ook nat geworden, toch? Ja, maar jij bent die gokverslaving. Tante Essie, we zeggen, we mogen niet gokken. Maar je kon het weer niet laten. Je moest er zo gokken. Ah, Beta, maar ik heb eerst op die horloge gekeken. Het was 6 uur verschil. Tante Essie moet slapen, toch? Tante S slaapt nooit. Als ze slaapt, ziet ze alleen maar meer zijn sinares. 6 uur verschil. Nu is mijn horloge ook stuk. Ben je blij? Ah, Beta, is toch niet mijn schuld. Tante S heeft je geen waterproef gegeven. Luister, ik wil niets meer horen. Hou je mond, ja? Oké. Ja, maar ik zeg, hou je mond, man. Maar ik zeg, tjoep. Oké, dan zeg ik je ook niet zo voor die bootje. Bootje? Ahoy! Ahoy! Immigranten illegale. No, señor. Yo soy turista. Yo dobre un poquito aquí. No. Mentira. Ik zeg, oké. Mentira un poquito. Ik jok een beetje. Ik ben pescador, sí. Pescador de Egiptia, sí. Yo faro en el boto y famos los pescos y plotseling los bigos pescos y ocho bloom en el agua y dobre aquí. Ajá.
Pescador de Egipto, sí. Bueno, aquí tienes. En die man gaf me een trap. En ik beland de echte Egypte. No, 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 die Spanjaarden kunnen hard trappen hoor. Vraag aan Kluivert. Dit keer is Afrika van mij. Egypte. Land van de Nijl. De Nijl. Gods geschenk aan de mensheid. Voedingsbode van de westerse cultuur. Die haar oorsprong vindt in het kloppend hart van Afrika. Afrika. Bakermat van de mens. De oermens. De homo sapiens. En dat is de waarheid. Akonadi. Dat ben ik. Dus ik ga niet voor je jokken, Pieter. Toen ik daar kwam en er zag. Fatima. Het was geen Fata Morgana. Het was mijn godsgeschenk in Egypte. Pieter moest er zien, boy. Borsten zo puntig als de piramides. Een glimlach die elke sphinx deed verbleken. Maar ze had één ding. Eén ding, Pieter. Dat elke vrouw onweerstaanbaar maakt. De billen. De billen. U bent Antilliaan, wat leuk. Ja. Nee. Ik zal jullie eruit helpen. Dit gaat fout. Ik zal jullie eruit helpen. Wacht even. Wat voor mij elke vrouw onweerstaanbaar maakt. Ze had haar eigen eetent. Ja, ik hou van eten. Eten is mijn ding. En het was geen gewone eetent, nee. Het was een falafeltent. Op een A1-locatie aan de voet van de Sphinx. Fatima's oase. Dus je kan je voorstellen, het moment dat ik die oase van Fatima betrad zo. Ik maakte de mooiste gerechten voor die mensen klaar. Pita broodje met pom. Falafel met bakkeljauw. Orchade, dat is een soort van amandelsiroop, maar dan met kamelenmelk. Oké, sommigen kregen bulten ervan, maar het ging goed. Mijn beste uitvinding was piramidepatat. Ai. Goudgele patat, gesneden in de vorm van kleine piramides. Fatima zag er eerst geen heil in. Maar toen ze zag dat die dingen als warme ballen over de toonbank vlogen, zo woep, 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 wou ze het plotseling patatas Fatima's gaan noemen. Ze had zelfs een slogan bedacht. Eat lovely patatas Fatimas. Ik dacht, eat LPF. Ik maak me zorgen om de houdbaarheid. Wordt een patatje oorlog? Hm? Gewoon piramidepatat. En het ging goed. Het ging heel erg goed. 7 jaren ben ik bij Fatima gebleven. 7 jaren. Het waren 7 vettige jaren. Ja, we maakten die olie niet altijd schoon, begrijpt u? En na 7 jaren, als je nou wil of niet, krijg je toch een band met zo iemand, hè? Vooral met haar broertje. Najib. Toen ik daar kwam, was hij 10 jaar oud. Zo groot. Volledige snor en baard. Maar een leuke jongen, hoor je, echt een leuke jongen, leuke jongen. Maar toen kwam hij op die moeilijke leeftijd. 15 jaar. Prime time puberteit. Je weet wat ik bedoel, je vast een van die ellendelingen in je huis zit, dus je weet precies wat ik bedoel. Plotseling wou meneer dure Nike's om onder zijn jalaba te dragen. Hij probeerde de kamelen van de buren te hotwiren om te gaan joyriden. En die man verkocht valse antiquiteiten voor argeloze toeristen. En die vrienden van hem, extremistische fundamentalisten. En die moesten helemaal niets hebben van al die kapitalistische toeristen. Die wel mijn dagelijks brood waren. Elke dag kwamen ze die mensen lullen daar, man. Ik stuurde ze weg, ze kwamen terug. Ik stuurde ze weg, ze kwamen terug. Het leek wel mijn ex-vrouw. Op een gegeven moment kon ik niet meer. Ik dacht, nou, dit gaat zo niet goed. En ik keek op mijn horloge. En ik zag dat het tijd was om te gaan. Hoe hij het weer deed, moet u me niet vragen. Sommige dingen vraag je niet. Sommige dingen zijn bovennatuurlijk bepaald.
Je stelt geen vragen. Alleen God weet. Kijk maar naar de intelligentie van George Bush. Alleen God weet. Tanta siton kosori mi kosori me. Italië. Italië. Maar daar houden ze niet van zwarte mensen. Behalve als je kan voetballen. En voordat je dacht, was ik weer op weg naar Antalya in Turkije. En niet met de Alitalia. Met een overvolle boot met Koerdische vluchtelingen. En ze waren hartstikke chagrijnig. Want die Amerikanen hadden ze weer eens een keer genaaid. Ben je blij? Ben je blij? Hoe kan ik blij zijn? Oh? Ik heb die eetent van Fatima moeten achterlaten. Oh? Najib zijn we kwijtgeraakt, die zien we misschien nooit meer. Hoe kan ik blij zijn? Hoe kan ik blij zijn? Oh? Ja, maar jij met die vreedverslaving van je. Door die verslaving, die vreedverslaving, zijn we 7 jaar daar gebleven. 7 jaar hebben we verloren. 7 jaar. Ja, maar nu zijn we in Turkije. Is toch ook bijna Europa? Het is 2027. En Turkije is nog steeds geen Europa. Turkije wordt nooit Europa. Denk jij die Europeanen gek zijn? Ze weten als er één moslimschap over de dam is, dat de pleuris losbreekt. Wel, dan vraag me niets meer hoor. Roep maar zijn etenstijd is. En zo kwam ik aan in Antalya, Turkije. Wel eens in Turkije geweest, Peter? Prachtig land. Ik ging 11 al, dus ik kwam daar aan in Antalya en ik begon ook een beetje honger te krijgen. Ik ken dat gevoel. En ik had bijna geen geld meer. Nog een beetje kasgeld van Fatima's oase. Ik had ervoor gewerkt, dank u wel. En ja, wat doe je als je in het buitenland bent? Je kent niemand, je hebt weinig geld, maar je wilt toch goed eten. Dan ga je naar... Kentucky. Want alle negers eten kip. Nee, ik zal jullie eruit halen. Nee. Ook niet naar de Chinees of de... Nee. Wij Surinamers gaan naar de markt. Ja, altijd vers, altijd goed, altijd goedkoop. Want op de markt is je euro een gulden waard. Ik moet eerlijk zeggen, Peters. Sommige Surinamers denken er anders over. Ik had laatst een Surinamer, die zat in jouw stoel. En ik zeg, waar gaan wij Surinamers naartoe als we goedkoop willen eten? Naar mijn moeder. Toen kwam hij erachter dat zijn moeder niet in Turkije woonde. Maar ja, dat is een andere vraag. Maar ik ging dus naar die markt daar, van Antalya. En plotseling loop ik op die markt. En zie ik in de verte een hele bazaar in rood-wit-blauw. Compleet met oranje wimpels en draaiorgel. Zag ik daar allemaal Nederlanders. Of nee, allemaal Turken. Ik zag allemaal Turken. Die daar Nederlandse producten aan de man brachten. Turken uit Volendam. Nee, echt waar. In originele Nederlandse kledij stonden ze daar al die Nederlandse shit aan de man te brengen. Kaas, klompen, kleipijpen. Kleipijpen, dat zijn pijpen van klei. Want ik zie sommige dames zelf kleipijpen. Wacht even. Dat heb ik nog niet. Nee. Zijn gewoon pijpen van klei. En dat verkochten ze daar allemaal op de markt Amalia van Antalya. Dus ik loop op die mannen af. Ik zeg, goedemiddag. Spreken jullie ook Nederlands? Maar natuurlijk. Ik zeg, nou sorry hoor. Wat doen jullie tegenwoordig als jullie het voort Europa binnen willen gaan? Hoe doen jullie dat? Voort Europa? Ach, schijt eruit, kerel. Daar is helemaal geen plek meer voor ons tegenwoordig. Dus tegenwoordig allemaal de nieuwe Europese orde. Geen plek voor ons. Maar ja, als jij zo verslaafd bent aan het vocht, wil ik het wel even uitleggen, hoor. Verslaafd? Hoe bedoel je verslaafd? Mijn tante heeft me gezegd dat ik moet gaan. Je tante?
Heb je dat gehoord, JP? Zijn tante. Rare knakker. Nou ja, als je het zo nodig wil weten, zal ik het even uitleggen. Hè? De vodka lijn? Maar vodka is toch alcohol? En je weet, wij Caraïbe houden van die alcohol. Dus zeg me nou, hoe werkt het? Zeg me nou, zeg me nou. Toen heeft hij me gezegd. Met die vodka lijn, dan ga je eerst naar Tbilisi, is in Georgië. Dan ga je van daaruit ga je met een truck met vodka. Helemaal naar Noord-Rusland, naar Murmansk. Dan kan je daar op een bootje stappen, dan ga je zo voor het bootje zo tjoeko 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 tjoeko. Terug naar Fort-Europa. Dus op naar Tbilisi, met de Tbilisi Connection. 3 dagen en 3 nachten in een overvolle truck met schapen. Achter de schapenroute, voorbij de horizon, ligt nog steeds het Fort Europa. Achter muren van beton. Daar in de verte ligt het beloofde land. Het zal nog even duren, maar ik weet dat ik er kom. En eenmaal daar gekomen, maak ik het helemaal. Want daar in Fort Europa is het land van allemaal. Ja, dat is een beetje koud in Tbilisi tegen deze tijd van het jaar. Tbilisi. Georgië. Zijn er Georgiërs in de zaal? Ja? Hoe komen jullie aan zo'n kutnaam als Tbilisi? Dat wil ik wel even weten. Echt. Ik krijg het bijna mijn strot niet uit. Echt waar. Maar het is wel een mooie stad. Vraag je af wat ze allemaal hier maken. Oh. Nee, maar nee, ik heb net mezelf even kunnen douchen in een wegrestaurant. Maar 3 dagen en 3 nachten tussen de schapen, dat gaat in je koude kleren zitten. Ewa! Ik heb mijn rechterbal geblesseerd volgens mij. Oh. Nee, dat is waar, dat is niet waar. Ik overdrijf. Oh. Maar ja, we moeten nu naar Murmansk. En daarvoor hebben we een truckchauffeur nodig. En je weet het, Peter, je bent opgeschoven, maar ik heb je toch gevonden. Je dacht dat je mij zo naai, hoor. Dat is niet gelukkig. Maar ik ga je wijzen hoe je truckchauffeur moet versieren. Je moet dat ding goed bekijken. Waar is reis naartoe? Naar Murmansk. Murmansk, dat is toevallig. Ik ben Misha,
koning van de weg. Als jij mij Pocahontas, dan ik jouw Winnipeg. Winnie, volgens mij heb je pech. Want ik ben geen Pocahontas. Ik ben Takomirin. Is goed, Takomirin. Klim er maar in. Kom in mijn troek. Lekkere stoek. Misha, hou je handen thuis hoor, zo. Want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar een konijn laat zich nooit door een stekelvarken bereiden. Reis is lang. Reis is gevaarlijk. Moskou, corrupte politie. Sint-Petersburg, kerncentrale kapot. Petrozovsk, wegpiraten. Belomorsk, kou kruipt in jouw bloed. Maar wanneer wij komen veilig in Moermask? Jij zegt Misha. Bedankt. Misha, je moet dat vlees nog niet eten voordat je pijl op je boog is geladen, hoor. Zo. Bij een tientonner met bababushka, mijn rijdende huis. Met lading illegale wodka uit Rode China. Ik op weg naar Moermask, mijn geld verdienen. Waarom vertel je niet een mooi verhaaltje aan mij? Misschien als jij goed vertel. Misha, blijf wakker wel. Kom op, Takomirin. Vertel. 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 Hou je handen thuis, thuis, thuis. Ik moet je verhaaltje vertellen. Ik kan je Indianenverhaal vertellen. Maar dan moet je me eerst Kasiri geven. Kasiri, wat is dat? Is Caribische wodka. Wodka, ik heb genoeg. Kijk maar achter jouw rug. Oh, achter mijn rug. Hou je handen thuis, Misha. Lang terug, Michel. Lang terug. Lang terug. Was er een landbouwer die heel erg eenzaam was. Hij kon geen vrouw vinden, want alle vrouwen in de buurt waren lesbisch. Op een dag is hij naar zijn kostgrondje gegaan. Heeft hij een grote pompoen gezien, zo. Heeft hij die pompoen naar zijn hut gebracht. Heeft hij een stuk eraf gekapt, zo tjippel. Toen keek hij de rest van die pompoen. En dat oranje vruchtvlees. En hij kreeg een enorme drang om het huis van Oranje te betreden. Zo gezegd, dankjewel. Na een royaal ontvangst kwam hij bij. En er was een bloedmooie oranje vrouw in zijn hut. Ze was niet groot, ze was zo klein. Maar zo mooi dat ze leek op een bloem. Dus hij noemde haar Marguerite.
En hij was zo blij met zijn margarita. Hij heeft gedronken, 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 gedronken. Dat deed hij allang, maar hij dronk meer en meer en meer en meer en meer. Is hij met zijn gezicht in een pampoen gevallen. Heeft hij die pampoen gezegd. Mevrouw is net als jou. En toen hij bijkwam, was alles weg. Zijn pampoenen waren weg. Zijn hutje was weg. Zijn kleine margarita was weg. Alles was weg. Is mooi nou. Ja, maar wat is moraal? Wat is moraal van het verhaal? Misha, je lult met je moraal, echt waar. Dit moraal is toch het duidelijkste van allemaal. Als je oranje probeert te naaien, ga je alles kwijtraken. Dat is dit moraal. Is goed voor de laatste verhaal. Want je denkt dat die mensen niets te doen hebben. Hoe ver nog? 20 kilometer. Dan ga ik je bedanken, je hou je handen tussen. 20? Oké, wacht, ik heb een mooie voor je, een korte. Een mooie korte. Oh. Niet zo lang terug. Net, net. Pas, pas. Was er een truckchauffeur die heel erg eenzaam was. En hij dacht dat als hij in Moermans kwam, dat de vrouw hem zou bedanken. Maar Misha, het was een man. Nee, dat is geen moraal. Dat is echt waar. Kijk maar. Onverdraagzaam. Ben je blij? Ben je blij? Kijk waar we zijn, 20 kilometer van Moermans. Maar je kon die drankverslaving van je weer niet in bedwang houden. Je moest weer suipen, hoor. Ben je blij? Ben je blij? Luister nou. Ik heb alleen die fles in mijn mond gezet. Jij hebt geslikt, dus je moet mij niet de schuld geven. Trouwens, Moermansk is niet zo ver. Het is maar 20 kilometer. We kunnen even lopen naar Moermansk. 20 kilometer even lopen. Even lopen naar Moermansk. Loop jij naar jouw moerman? En na 20 koude, klote, koude kilometers kwam ik eindelijk aan in Moermansk. Moermansk. En ik kom daar binnen. En plotseling hoor ik in de verte iets dat ik herken. Ken je dat gevoel, Peter? Dat je iets herkent. Je weet dat het bij je hoort. Maar het is niet van jou. Wij Surinaamse mannen hebben het vaak als we naar kinderen kijken. Maar toen keek ik. En toen dacht ik van wacht, het is André. André fucking Hazes in Moermansk. Het was helemaal geen André. Het waren Boris en Karloff. Dat geluid kwam uit een of ander soort koude klote karaoke café. Je zou je afvragen waarom ik vloek, maar ik had het koude klote wel te verstaan. En het café stond bekend als een gezellig schipperscafé. Dus ik ga het café binnen, doe die deur open. En een hele kolere kudde kaaskoppige kikvorsmannen keek me koud aan. Tot eentje zei. Kernavert! Het is toch die Soko-Soko-neger? Hoe bedoel je? En zo kwam ik in contact met de hele crew van de Smittak 2, die net een klusje hadden geklaard in de Barentszee. En die mannen vonden het geweldig. Helemaal in Moermansk. Een BN'er.
Een bijna Nederlander. Ze konden het niet geloven. Wat doe jij hier? Zeg, jongen, ik probeer in Fort Europa te komen. Fort Europa, dat is toch geen probleem? Ga je lekker met lunch mee, hè? Maar je moet wel werken, hè? Wat voor werk? Nou, we hebben een kok nodig. Een kok? Hoezo? Ja, god, het is een tragisch verhaal. Maar onze kok Cees... Ja, dat is Kees met een C. Die was hier verleden avond ook. En die zat aan de vodka met Cool Best. En daar had hij veel te veel van gedronken. En toen dacht hij dat hij ijsbeer kon neuken. Nou, het was geen mooi gezicht, hoor. Ze hebben met haar en huid opgevreten. Zeg, ho, kok. Houden jullie van roti? En voordat je dacht, was ik de nieuwe kok op de Smittak 2. Op weg over de Noordzee naar Kopenhagen. En niet op het koude dek, maar lekker in de kombuis naast het warme gasfornuis. En die mannen vonden het geweldig. Want ik was de eerste zwartwerkende zwarte kok aan boord van de Smittak 2. Hilarisch! Hoe bedenk je dat? Een zwartwerkende zwarte kok. Zwarte kok, dit zwarte kok, dat zwarte kok, zus zwarte kok. Zo, ik werd er strontziek van. Ik was daarom ook blij toen ik Kopenhagen aankwam, ik op mijn horloge keek. En ik zag dat het tijd was om te gaan. Zwarte kok. Zwarte kok. Ga zwarte kok in je strot voor je rammen. En je weet wat voor kok ik bedoel. Tanta si tonko sori mi ko sori me. Madretsma. Och, Amsterdam. Amsterdam. Dat is Zuidwest. Is zeker weten. En daar lag ze dan. In al haar blanke pracht. Hare koninklijke hoogheid Maxima. Cruiseschip van de Stena Line. Met als thuishaven Amsterdam. Amsterdam van Dribbelier, dubbele M. 1L. Ja, laten we even eerlijk zijn. Ze hebben het allemaal geprobeerd. Eerst die Hindustan, toen die Afrikaan, toen die India. Nu even tijd voor de jongen uit de Jordaan, zeg ik dan maar even. Dus ik heb ook meteen een van die sloepjes van die Smittak 2 jongens gejat. En deze zwartwerkende zwarte vogel was gevlogen. Kort daarna nog even Maxima geënterd. Huppa. En ik kwam aan boord. En ze was helemaal versierd met allerlei lichtgevende vlaggetjes van alle landen die deelnamen. Aan het WK voetbal 2028 in Kaapstad. En aan boord... 1000 geile vrouwen. Ik viel met mijn kont in de boter. En je weet het, Peter. Boter is mijn ding, hè? Kan je het een beetje voorstellen? Het waren allemaal voetbalweduwes. Voetbalweduwes, mevrouw, dat zijn dus van die vrouwen... die van hun man een cruise cadeau krijgen tijdens het WK voetbal... zodat die mannen tussen de wedstrijden door... met de vrienden lekker achter de wijven aan kunnen rennen. Olé, 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 olé. En die vrouwen dan veilig op zee zitten. Maar dat denken ze. Want wat die klootzakken vergeten... is dat wat zij kennen, die vrouwen even goed kennen. Hé, dames? Ja, hè? Stelletje sletterbakken. Zie je het een beetje voor je? Hé, 1000 van die geile vrouwen... die allemaal met mij wouden. Met Van Dribbelen. Dubbele M. Nee, jongens, harde L. Kom op na. Wat is dat? Met je allen. Olé, olé. De mannen zijn niet mee. Oké, oké. Wie vaart er met me mee? Olé, olé. De mannen zijn niet mee. Oké, oké. Het is lekker met je twee. Varend op een cruise. Van hier naar Amsterdam. Met 1000 geile vrouwen. Die willen aan de gang. De mannen zijn het voetbal toe. Wij worden niet gestoord. Dus ik ben wel degene die hier het meeste scoort. Olé, olé. De mannen zijn niet mee. Olé, olé. Wie vaart er met me mee? Olé, olé. De mannen zijn niet mee. Olé, olé.
dan met z'n tweeën. De vierde kwam uit Mozambique, een zwarte koningin. En toen ik in haar ogen keek, kreeg zij meteen ook zin. Ze zei, kom lekker binnen, je mag wel blijven slapen. Want al ben je van blanke bloed, je bent wel goed geschapen. Ja, kan ik ook niet zo doen. De laatste was een filmster van Italiaanse pracht. Ik dacht, bij deze dame blijf ik de hele nacht. Ik kon toen ook niet weten dat zij wel was bezet. Een veel te kwaaie Italiaan greep mij toe in mijn nek. Oh nee, oh nee, haar man die was wel mee. Oh jee, ik zat diep in de puree. Je kan het wel bedenken, moest rennen voor mijn leven. Ik had toen ook mijn buik al vol van al die rare wijven. En ik dus ook mijn sprinten van Loner en Berdek. En die Italianen schreeuwen, ik sla al die tanden uit je bek. Oh nee! En ik zei nog geen bommetje. Waar ben ik? Dit ding is eng hier, man. Stil, iedereen stil. Hallo? Wie is daar? Wie is daar? Wie is daar? Ik ben het, Jurgen. Waar ben ik? Jij bent een voert. Ik ben alleen voert Europa. Olé, olé. Nee. Je bent een voert Pompus. Dat is bijna Europa. Wat doe je hier zo? Volgens mij ben ik aangespoeld. Aangespoeld? Voilà. Ik ken voor jouw gezicht, ik zweer, echt waar. Ik ken jou van boot. Je was ook op die cruise, je moest ook rennen voor die Grieken, voor die Italianen. Nee, zeg maar. Ik ken jou van boot in Marokko. Kan je niet meer voor mij? Kijk goed, Abdel, schilder. Ik zeg Abdel, voilà, Jurgen, lach maar echt waar, ik zweer. Wat doe je hier zo? Nee, ik werk hier zo, echt waar. Pompusbeveiliging, ja. Wat is voor jouw probleem? Waarom ben jij nog steeds niet vervoerd Europa? Paspoort? Getoe, paspoort. Wat paspoort? Ik zweer. Ik ga voor jouw paspoort tekenen, echt waar. Ik teken voor jouw paspoort. Nee, ik niet met handtekenen zo ben. Nee, alsjeblieft. Ik ga niet met handtekenen, tuurlijk niet. Tegenwoordig, Abdel is geautomatiseerd. Abdel schrijft tegenwoordig met computer, scanner, printer, programma, alles. Ik heb echt waar. Ze noemen voor mij Cyber Abdel. Ik maak voor jou paspoort, is nog beter dan origineel. Pff, ik zwer voor jou, echt waar. En als ik heb gemaakt paspoort, we gaan door Poort van Voort. En dan je gaat morgen stempel halen bij het ministerie van Wonen en Werken. Je bent toch Hindustan? Oh. Je bent ook Europeaan. Ook Afrikaan. Ook Zuid-Amerikaan. Maar zeg maar, dat mag helemaal niet meer. Nee. Mag niet meer mix in Europa. Nee. Is tegenwoordig nieuwe Europese orde. Nee joh, echt waar. Is een heel ander soort natie geworden. Echt waar. Is allemaal apart. Echt waar. Is wit apart, is bruin apart, is Marokkaan apart, is Turk apart, is Chinees apart. Alles apart, alle Antillianen is weg. Is echt allemaal apart. Echt waar. Maar mag je zorgen. Komt allemaal goed. Inshallah. En zo ging ik midden in de nacht door de poorten van het fort in de beveiligingsboot van Abdel, terwijl Nederland in de halve finale van het WK uitkwam tegen Curaçao. Ik sta hier live op het Sint-Pimpsplein voor het ministerie van Wonen en Werken. Een uur geleden heeft hier zich een uitzonderlijk fenomeen voorgedaan. Voor het eerst sinds de bestaansgeschiedenis van de NEO, de nieuwe Europese orde, heeft de computer de multistatus aan één persoon verleend. Zoals iedereen weet is het in onze monostatusmaatschappij niet mogelijk om meerdere stempels voor wonen en werken in je paspoort te hebben, waardoor je in principe overal zal kunnen werken. Een schrikbeeld voor onze maatschappij dat vandaag werkelijkheid schijnt te worden. Ah!
ministerie is dan ook in Web en Roer. En zowel de Technologische Informatiedienst als de specialisten van het Europese Computerbeveiligingsbureau staan voor een compleet raadsel. Hoe de computer niet één, maar vier stempels heeft afgegeven. De persoon in kwestie is een man die luistert naar de naam Jürgen Ray-Ban. We vroegen Ray-Ban om een reactie. De naam is Rayman. Jürgen Rayman. Jürgen Raymond, de man met alle stempels. Wat bent u van plan om te gaan doen? Wel, ik moet het even verwerken hoor. Ik ben de eerste die overal mag werken, begrijpt u? Maar ja, als ik het verwerkt heb, dan wil ik gewoon gaan werken. Maar ik moet het eerst op me laten inwerken, begrijpt u? Want anders werkt het niet voor mij. En naar wat voor werk gaat uw voorkeur uit? Werk. Ik weet niet. Iets met minimale inspanning, maximale salariering. Een topfunctie in de bouw. Wethouder van Amsterdam, zoiets. Ja, maar u zou toch moeten kiezen. Nee, ik wil niet kiezen. Dat is die fout die jullie hier in Fort Europa maken. Geen enkel verstandig mens moet gedwongen worden om te kiezen. Daarom worden de verstandskiezen ook meteen verwijderd. Laat ik het dan zo vragen. Hoe voelt u zichzelf? Hoe ik me voel? Ik voel me super. Ik ben een moxie met multistatus. Een super moxie. En zo voel ik me ook. Een wat? Een moskie? Nee, een moxie. Ik ben vlees, vis en vegetarisch tegelijk. Alsjeblieft. Maar meneer Rijman, u weet net zo goed als ik dat de hele Europese maatschappij is gebaseerd op een monostatus. Straks valt u buiten de boot. Ik ben al twee keer buiten die boot gevallen, ja. En dat is meer dan genoeg. Ik heb nu geleerd hoe ik in die boot moet blijven, want ik heb leren roeien met de riemen die ik heb. En die riemen, dat ben ik zelf. Wat moet ik er afgelopen zijn met die saaie monostatuscultuur van jullie hier in Europa, man? Lang leven de supermoxie! Hou! We zijn op bezoek bij de lijsttrekker van de SMP, de Supermoxie-partij, de Jürgen Ray-Ban. Goedenavond, meneer Ray-Ban. Goedenavond, meneer Tan. Ik klink nog even jong als vroeger. Nou, het was in ieder geval een behoorlijk heftig debat gisteren, waarbij u de lijsttrekkers van de andere partijen uitmaakte voor monolullo's. Nou ja, heftig. Kijk, die bepaalde dingen moeten gezegd worden. Hè? En dingen die andere mensen al jaren denken, maar die durven te zeggen door een soort van politieke correctheid, die zeg ik wel. Ik neem geen blad voor de mond. Ik zeg de dingen waarop ze staan. Mono is saai. Stereo klinkt al veel beter. En multi is dat hele ding. En als je dat niet door hebt, psh, dan ben je lullo. Verder lees ik in uw verkiezingsprogramma: wij zijn voor zwart rijden. Dat is toch aanzetten tot regelrechte burgerlijke ongehoorzaamheid, meneer Ray-Ban. Dat klinkt toch gewoon als anarchie? Nee, je moet het zien als een metafoor. Kijk, als je zwart rijdt, dan stempel je niet. En daar gaat het bij ons om van de SMP. Dat gestempel, hier gestempeld, daar gestempeld, zus gestempeld, zo. Wat moet ik er afgelopen zijn? Je bent toch geen strippenkaart? Ach man. Supermoxie-partij. Leuke naam, maar is dat niet een nieuw soort racisme? Racisme, meneer, daar zak mijn broek van af. Je hoeft niet te dokken, je gaat niet zien. Blijf rustig zitten. Hoe kunt u mij van racisme betichten? Ik weet niet als u het weet, maar de moxie is het product van interraciale geilheid. En trouwens, alles is toch gemengd? Kijk om je heen, alles is gemengd. Ik bedoel, je massage is Thais. Je auto komt uit Japan. Je pasta uit China. Je tulp uit Turkije, je molen uit Egypte, je aardappel uit Amerika, de Nederlandse leeuw uit Afrika, de zonen van Oranje zijn van Duitse bloed, terwijl ze de koning van Spanje vereren. Hoezo niet gemixt? Psh. Uw partijprogramma is op zijn zacht gezegd nogal merkwaardig. Het is een soort mengsel van onrealistische ideeën. Mijn god, dat het een mengsel is, dat klopt. Daarom zijn wij ook de Supermoxie-partij. Kijkt u. Wij van de SMP zijn voor alle mensen die gemengd zijn in lichaam en in geest. Wij van de SMP zeggen daarom ook: ga eens een keertje verder dat je stempel reikt. Wij van de SMP zijn voor het principe van hokjes hoppen. Wij van de SMP willen eigenlijk niets anders dan interraciale copulatie. Meneer Ray-Ban. U zegt dat u altijd zo van eten houdt. En als je alles door elkaar mixt, dan zit er toch helemaal geen smaak meer aan. Geldt dat ook niet voor de maatschappij?
Hoe bedoel je? Luister, als je kookt, zet je zoet, zout, zuur, peper, alles bij elkaar en dan pas krijgt het eten smaak. He? En dan pas kan ook die honger gestild worden. Die honger naar verandering. Trouwens, alle eten gaat toch in diezelfde maag. Nou dan, die maag is nog lang niet vol. En Europa ook niet, want hou het goed. We staan aan de vooravond van een mogelijke Europese verkiezingsoverwinning van de SNP, de Super Moxie-partij. Hoog tijd voor een goed gesprek met de man direct verantwoordelijk voor deze successen, Jürgen Reimann. Meneer Reimann, goedenavond. Goedenavond. Deze onverwachte... Onverwachte? Helemaal niet onverwachte. Hoe durft u onverwachte? Plotseling. Suddenly. Suddenly. Life has no meaning to me. There is beauty up above. And things you never take notice of. You wake up suddenly. And you're a moxie. Want iedereen is een moxie. Iedereen is gemengd. Met de mono-status ben je maar half mens. Iedereen is een moxie. Iedereen is gemengd. Maar met de multi-status ben je echt wie je bent. So brothers and sisters, can I get a witness? Can I get an amen? Can I get a hallelujah? Oh yeah! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Iedereen is een moxie, iedereen is gemeen. Maar met de multistatus, ben jij een wie je bent. Bedankt voor uw steun aan de SNP. Bedankt voor uw stem. Hartelijk dank voor uw stem. Peter als minister van Vrouwenzaken. Dank u wel. Ook u. Natuurlijk ook u. En vooral ook u. Blijft u stemmen. En dank u wel voor uw support. Dank u wel, dames en heren. Want u weet het, de SNP is er voor jou, voor mij en voor ons allemaal. Tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Iedereen is zo goed. Iedereen is voor mij. Gaat u zitten, dank u wel. Nee, hoef je vrouw niet te gooien. Houdt u er maar, dank u wel. Gaat u zitten. Dank u wel, dank u wel. Broeders en zusters. Waarde moxiegenoten. Het is voor mij een groot genoegen om vandaag in deze overvolle kuip voor u te mogen staan op deze historische gedenkwaardige dag. Wie is Fatima? Hoe bedoelt u Fatima? Bent u zich ervan bewust dat u in Egypte gezocht wordt op verdenking van vrouwenmishandeling? Die Fatima, die heb ik nooit met één vinger aangeraakt hoor, nee. Niet met uw vinger, maar met een mes. Met een mes? Meneer, dat is klinkklare krantenknipsel kletspraat, wat bedoelt u? Jawel meneer Reimann, u heeft haar besneden. Besneden? Besneden, met mes met vinger, ik zweer jou. Nee, mevrouw zegt het verkeerd. Ik heb haar nooit besneden. Ik heb haar een keer per ongeluk gesneden. Niet besneden. Schijt toch uit. En dat tijdens het vingeren. U moest u schamen. In haar vinger, meneer. In haar vinger. U verdraait de feiten. En dat is geen koosjere vorm van journalistiek voering. Dat weet u zelf ook wel. De pers mag zo vragen stellen. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Bent u wel eens in Spanje geweest? In mijn herinnering ben ik daar nooit geweest. U zult van mij geen foto's aantreffen in elk geval. Nee. Volgens wel ingelichte bronnen heeft u zich met mensensmokkel bezig gehouden tussen Marokko en Spanje. Ik weet wel dat ik een keer tijdens de vakantie een beetje was afgedreven met een bandje terwijl ik aan het dobberen was. En ik toen ja, eigenlijk Spanje vanuit de andere invalshoek wil bekeken. Dat was het maar. U bent namens wel herkend door een oud medewerker van de Cardia Costal. Oké. Is goed. Geen commentaar. Dus u geeft toe, meneer Reimann. Nee. U geeft het toe. Nee, ik zeg... Hoe wilt u deze foto verklaren, meneer Reimann?
Deze foto lijkt heel erg op Egypte. Op deze foto staat u samen met de leden van Al-Qaeda en slaat u uw arm om Najib K., de op dit moment meest gezochte terrorist. Wat is uw band met hem? Hoeveel aanslagen heeft u met hem voorbereid? Van wie heeft u uw trainingen gekregen? Wat is operatie Piramide Patat? Nee, Piramide Patat. Najib is terrorist geworden, maar... Wilt u alles ontkennen, meneer Rijman? Nee. Ja. U probeert me te demoniseren en dat pik ik niet. Het moet afgelopen zijn. Waar is mijn advocaat? Gera! Uw paspoort is vals, meneer Rijman. U bent hier illegaal. Je hebt strand in je kop. Mijn paspoort is goed, hoe durf je? Waar is mijn... Gera! Rechts onderaan uw paspoort vond de computer door middel van een contra-expertise microscan de volgende woorden in microformaat. Wil jij ook zo'n paspoort? Bel dat tel. Dat is onzin, Abdelkader. Ik bedoel, dat kan nooit. Het is onzin. Waar is mijn advocaat? Echt, meneer Raad. Meneer Raad, als uw paspoort... U bent illegaal. U heeft geen recht van spreken hier. U ondermijnt de nieuwe Europese orde. U hoort niet thuis in Fort Europa. Ik hoor wel thuis in Fort Europa. Mijn tante heeft me toch gezegd... Zat hij diezelfde strot in Europa. Op het moment dat je kop boven het maaiveld uitsteekt, moet het worden geoogst. Ik bedoel, ik word door iets verkeerd. Mono is toch saai? Ik wou alleen maar... Wachter! Hallo? Wachter? Ken je me nog? Wachter? Wachter? Achter de hoge poorten is niet zoals het lijkt. Door je afkomst wordt bepaald waar je woont, in welke wijk. Apartheid is een leven, het is teruggekeerd. En we zijn wel multiculti, maar ook streng gesegregeerd. En we neuken en we feesten, maar niet interraciaal. Ja, hier in Fort Europa is het land. Niet meer van mij. Mijn tante had gelijk. Ik heb een fortuinlijke behandeling gehad in Fort Europa. Maar ik ben een Surinamer. Dus op alle eventualiteiten... Voorbereid. Dus morgen... Lieve Peter... doe ik het gewoon weer opnieuw. We'll be right back.